De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie, VHJI, heeft gisteren te San Abudaya met een officiële ceremonie 128 jaar Javaanse immigratie herdacht. Traditioneel werden ook kransen gelegd bij het monument van de Javaanse immigratie. Gisteren is ook de VHJI Entrepreneursbeurs VEP geopend. Door samen dingen te doen en aan te pakken, zullen wij erin slagen iets moois te maken van ons land, zegt voorzitter Elwin Atmodimejo. In het kader van de herdenking heeft de organisatie daarom ook drie pijlers gedefinieerd en verankerd in de beleidsuitgangspunten, zegt Atmodimejo verder. En die drie zuilen zijn 1. Identiteit en cultuur. 2. Training en scholing. 3. Economische ontwikkeling en business development. In dat kader hebben wij een primeur vandaag, waarbij we met de filosofie van Gotong Royong en Sambatan de VEP-beurs organiseren. VHJI Entrepreneursbeurs. Met de Gotong Royong gedachte hebben wij gemeend dit jaar de startende en jonge ondernemers in de gelegenheid te stellen om hun producten en diensten te exposeren aan de Surinaamse gemeenschap. Maar ook dat zij hun producten en diensten naar een niveau kunnen brengen dat in de Surinaamse gemeenschap en misschien internationaal beter te markten. Het is goed om te memoreren dat op 9 augustus 1890 de Javaan hier is gekomen. De Javaan zich heeft ontwikkeld. Maar wat doen wij ermee? Gaan wij stilstaan en blijven memoreren? Of gaan wij ermee werken? Volgens vicepresident Ashwin Nadine is 9 augustus een bijzondere dag in Suriname. We herdenken de historische verworvenheden van twee cultuurgroepen, de inheemse en Javanen. Hiermee bewijst zowel de regering als het Surinaams volk dat zij in staat zijn activiteiten te organiseren waarbij diverse doelgroepen worden betrokken, zegt de VP. Adien was ook ingenomen met de entrepreneursbeurs, waarmee het ondernemerschap onder met name de Javaanse ondernemers wordt gestimuleerd. Ook in de Palmentuin worden jonge inheemse ondernemers gestimuleerd, haalde de VP aan. Met name in de cultureel-creatieve sector. Zowel de inheemse organisaties als de VHJI accommoderen tientallen ondernemers, we begrepen 50, en nog 50 op de lijst wachtende en nog 50 teleurgesteld. Het is totaal 150 die een behoefte hebben, maar dat zijn heel wat ondernemers die behoefte hebben. En dat is inderdaad bijzonder zoals je dat stelde. En enerzijds natuurlijk Palmentuin, als hier op het terrein van San Abudaya. Cultuurbeleving en cultuurexpressie, culturele expressie, leidt tot ontwikkeling van de culturele industrie. Internationale overheden en financiële instituten investeren in deze sector, maar ook Suriname en de Surinaamse regering investeren jaarlijks miljoenen dollars om deze sector als belangrijke groeipotentie voor de Surinaamse economie tot ontwikkeling te brengen. Dit resulteert in werkgelegenheid, inkomstenverhoging voor jong en oud, maar ook in het aantrekken van meer toeristen naar Suriname. En u weet, onze minister van u is sterk bezig met toerismebeleid. Vicepresident Ashwin Adine. Hij sprak gisteren te San Abudaya in verband met de officiële ceremonie ter gelegenheid van de herdenking 128 jaar Javaanse immigratie en de opening van de VHJI Entrepreneursbeurs VEB.